onder kwaliteit versta ik als varkenshouder, als zeugenhouder. Dat we zoveel mogelijk, maar vooral zoveel mogelijk goede biggen willen produceren. Die we dan in de opfok het goed kunnen doen en die later in de keten, als ze bij de vleesvarkenshouder zijn, het goed doen. Daar willen wij alle omstandigheden optimaliseren. Dus dat betekent dat we gekozen hebben voor een beweegbare vloer, zodat we zo weinig mogelijk doodliggers hebben. We hebben kappen gemaakt, dat we een microklimaat kunnen creëren. Die biggen die moeten het gewoon ruim 30 graden hebben, 35 graden hebben als ze geboren worden. Wij hebben vloerverwarming daaronder. We hebben gekozen voor ronde hoeken. Dus dat betekent dat als die biggen geboren worden, dat ze niet in een hoek stil blijven zitten zodat ze afkoelen. We hebben gekozen voor de situatie dat de zeug aan de voorkant zijn voertrog heeft. Dat we aan de achterkant goede controle hebben. Dus dat rondom het werpproces is dat het belangrijkste, dat we daar goede controle hebben. Om goede kwaliteit te leveren hebben wij gekozen voor twee verschillende kraamhokken. Als die biggen een paar dagen ouder zijn, vergt die eigenlijk een ander kraamhok. Wij hebben gekozen voor een kraamhok waar de zeug losloopt. Daar heeft hij meer ruimte, kan hij meer bewegen. Is beter voor de melkproductie, beter voor het beenwerk. Kan hij natuurlijk gedrag vertonen, heeft veel meer sociaal gedrag naar de biggen toe. En het bevalt ons erg goed. We werken er nu 3 jaar mee. We hebben een situatie gecreëerd dat we 2 gangen hebben waar we onze laarzen wisselen. Vanuit elke gang kunnen wij 1 biergroep betreden. Op deze manier hopen wij dat we goede, gezonde biggen kunnen produceren die het later bij de vleesvarkens goed doen.